Stijn als volgt. Dat ze mij van tevoren hadden gezegd dat die post zo viraal zou gaan met negativiteit, had ik niet gedaan. Ik ken alleen jongens die soms een trouwfeest hebben en die een Lambo alleen huren. Ja. En dat ze dan die Lambo halen op een aanhangwagen. Omdat ze waarom, anders moeten ze die kilometers betalen die er veel erop zijn gereden. Huur hem alleen voor één dagje, bro. Ik wilde altijd groeien internationaal. Ik heb de juiste mensen uiteindelijk benaderd. Uiteindelijk heb ik zoveel mensen die mij dingen beloofden. Waarvoor ik heel veel heb geïnvesteerd. En uiteindelijk was het alleen maar praatjes telkens. Mensen die mij niet naar een next level niveau konden tillen. Maar je zag mensen gelijk die gingen oordelen. Ja, zie je dat wel? Ze waren maskers gevallen. Dit is de mode die jullie niet kennen. Terug naar je eigen land. Kut Turk, kut Marokkaan. Terug naar je eigen land. Maar wat deed het met je dan als je zo... Het deed me pijn, man, bro. En ik kon niet slapen. Ik dacht daarna was ik om 5:30 in de gym of 6:00 in de gym in de ochtend. Ik zag mensen al naar mij kijken zo, want die video was echt viraal gaan. Althans, het is niet dat het mij niet is gelukt. Ik heb het uitbesteed aan twee jongens. Ja. Ik heb die onderneming gewoon voor hun opgezet. Ik heb daar €34.000 in geïnvesteerd. En tot de dag van vandaag heb ik mijn geld niet eens terug. En binnen Trushen moet alles anders. We got you! Ja, ze dachten het is glad, Mook is uitgekleed. Hey, what up, it's game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? It's DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Lick, okay? Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, alright? Nando Lick. Yeah, what up, your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keep It Hot, Keep It Bang. En welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. Je weet het, de podcast, eigenlijk de talkshow waar je alle verhalen meekrijgt. Je kan leren, het is inspiratie, het is motivatie. En als je het deelt met anderen, dan kunnen zij ook wijzer van worden. Vind je het kanaal tof? Vind je de vorige interviews ook tof? Like, subscribe, deel. Sommige mensen vinden het nog moeilijk om te delen en te liken en dat soort dingen. Die vinden het zwaar, maar het is goed voor het algoritme. Het is ook belangrijk dat als je iets tof vindt, dat je ook aan YouTube en de mensen laat zien dat je het tof vindt. Snap je? Als je het niet tof vindt, niet liken. Ik bedoel, ik kan ook haten, maar als je liefde in je hart hebt en je wilt delen en je wilt vermenigvuldigen, dan is dit de plek om te zijn. De man die ik in de beelden heb. Sommigen noemen hem een fitness influencer. Ik noem hem zeg maar een liefhebbende vader die het top wil bereiken om zijn kids zeg maar te laten zien dat als het denkbaar is, dat het ook mogelijk is. Ik ken hem al jaren. We zijn inmiddels goed bevriend geraakt. Ik zie hem als een broeder van me. En hij is een van de hardwerkende guys die ik heb gezien in de industry. Je ziet hem, je herkent hem aan zijn auto's. Maar ik herken hem aan de filmpjes met zijn kids die aan het racen zijn en die met allemaal toffe dingen bezig zijn. Ik heb het over the one and only voor de tweede keer in mijn podcast. Real talk with the one and only. Ja, we zijn er weer, man. Welkom, man. Dankjewel voor je uitnodiging weer, man, bro. Good to have you back. Heel veel toffe reacties op basis van onze eerste interview op dit kanaal. Dus mensen kunnen nog checken. Ook dat verhaal waarin je voor het eerst spreekt over je vrouw. Ook van alles en nog wat. Jouw diamant. Je brengt er nog steeds niet op beeld. Nee, nog steeds niet. Grootste mysterie online. Nee, hoeft niet. Nee, dat soort dingen. Ja, ja. Toch? Privé is... Ja. En je vertelde ook in dat gesprek dat je op zoek was naar die guy die jou geld had gegeven voor die botsautootjes. Oh ja, man. Lang geleden. Ik heb lang niet meer gesproken. Maar hij heeft me na die podcast heeft hij me wel een berichtje gestuurd. Ja, man. Oh, vet. Ja, voor de mensen die het niet weten, leg het uit. Dan ja. Voor de mensen die nou nieuw kijken, die het niet weten. Ja. Nou, weet je, het is... Mo ging toen naar de kermis. Naar de kermis. Ik was skeerd, bro. Ik was skeerd. Je had geen geld. Ik had geen doek of niks. En je wilde in de botsauto's met je huidige vrouw. Ja, man. En er was een guy, een gozer. En die had je dus geld geleend. Ja, niet geleend. Hij gaf me twee donies, bro. Hij gaf me €20. Hij zegt, bro, hier, je weet toch. En met die €20 kon ik toen stoer botsautomuntjes kopen. Heel stoer. En dan uiteindelijk, weet je toch, zeg maar... Trabagaas in zo'n botsauto, man. Ja. Maar nadat we die podcast online gooiden, stuurde hij mij nog een bericht wel van... Hey bro, respect man, dat je dat niet bent vergeten. Man. Ik zeg, nee, ik vergeet de kleinste dingen in het leven, vergeet ik niet, man. Dat zijn de mooiste dingen, man. Dus al doe je iets kleins voor iemand, denk niet dat het iets kleins is. Je weet toch, mensen die waardering hebben, voor die personen is het echt iets heel waardevols. Ja. Want ik ben tot de dag van vandaag nog steeds niet vergeten, man. Ja. Nee, AB vond... Den Haag, man. Ja. Shout-out. Shout-out naar AB, man. Ja. Maar ik vind het mooi, want in dat gesprek... kregen mensen echt de kans om jou beter te leren kennen. Ja. Je hebt ook dingen uitgelegd van hoe je bent begonnen. Dat je met €980 MB Nutrition bent gestart. En nu is het een groot bedrijf. Je bent te vinden in de Jumbo en in de Albert Heijn. Ja, je bedrijf alleen maar groter en groter aan het maken. Hoe kijk jij nu terug, zeg maar, op
2023, of zijn nu 2024. Hoe was het jaar voor jou, 2023? Weet je, dus kijk, we leven altijd gewoon naar de toekomst toe. En als je terugkijkt naar 2023, het is, ieder jaar heeft toch wel altijd zijn mooie momenten, begrijp je? Mensen kijken terug en kijken dan terug naar de negatieve dingen en denken, ja, maar 2023 heb ik dit meegemaakt en dan moet dit jaar wel anders. Nee, kijk, want als je dat in 2023 niet had meegemaakt, dan was er in 2024 niet veel wat je anders wilde doen, begrijp je? Maar wanneer ik terugkijk naar 23, zie ik alleen maar mooie dingen, man. Gewoon, hard werken, achter je dromen aangaan. Mijn kids natuurlijk, dagelijkse motivatie voor mij ook. Mijn volgers ook, die me dagelijks motiveren. En die vanaf day one, tot de dag van vandaag nog steeds wel achter me staan. Ja. En die heel het proces hebben gezien, man. Ja, en je gaat vooral constant viraal. Onlangs ben je ook extreem viraal gegaan. Leg even uit. Want voor we, de mensen got die misschien... ja. We got you. We got you. Ze dachten het is glad. Moog is uitgekleed. Ja, man. Vertel voor de mensen die het gemist hebben. Het was jouw auto die werd weggehaald. Weet je, dus, ik heb natuurlijk goede mensen om me heen. En zo zitten we met de goede mensen goede leuke dingen te bespreken. En we zouden naar een rechtbank gaan. En dat mijn auto zogenaamd getakeld zou worden. En dan zou ik een video maken van mijn auto's opgetakeld. En vervolgens zouden we dan met een stunt komen van... Nou, de nieuwe lancering van MB Nutrition. Maar die video... was zo viraal gegaan met zoveel negativiteit... dat ik dacht van, wow. Kijk, natuurlijk, we wisten wel dat het viraal zou gaan... maar zo viraal had ik het niet verwacht. Het was echt... Ik klapte hem misschien in een half uur tijd... stond hij al op een ton, twee ton weergave of zo... met ik weet niet hoeveel duizenden reacties. En iedereen die losging in de reacties van... hoe kan je nou zo tegen die meneer doen? Die man doet gewoon zijn werk. Moet je maar je lease betalen? Heb je niet betaald? Moet je maar niet verkeerd parkeren? Je zag, kijk, heel veel mensen die gelijk oordeelden, begrijp je? En het mooie van heel die post is dat we gelijk hebben laten zien... wat voor platform social media eigenlijk ook is. En hoe mensen zomaar een oordeel kunnen trekken over een situatie... waar ze eigenlijk niets van weten. En ik vond het wel mooi dat de mensen opkwamen voor deze beste man. Ja. Maar deze beste man speelde gewoon met ons mee. En zat in het complot. Maar wat wilde je aantonen door deze video te maken dan? Kijk, wat wij wilden aantonen met deze video... is nou, Mobis heeft zijn auto's om slag genomen... En dan zouden we in één keer met de onthulling komen. En dan zou mijn auto in een nieuwe kleur zijn. Check het even, jongens. De nieuwe auto van MB Nutrition. Ha, ha, ha. Maar omdat die video zo viraal was gegaan... had ik niet eens de kans om mijn auto nog te bestikkeren. En alles erop en eraan. Het was zoveel. Ik kon niet slapen, bro. Ja, je hebt de reactie niet verwacht. Je had een ander plan met het filmpje. Maar het filmpje... Ja, kijk, dan zou mijn auto bijvoorbeeld opgetakeld worden. Ja. En dan zou ik, net zoals in de video, dat ik naar mijn auto loop. En dan zou er in één keer een zwart beeld komen... En dan zou ik in één keer met die man staan... met mijn nieuwe kleur van mijn auto. Begrijp je? Ja. Dat was eigenlijk de video. En dat was eigenlijk zoals planning hoe we het zouden doen. Maar Franks, ik filmde hem dat hij met die man stond. Ik zeg, dit is niet echt... Dit is echt niet... Ja, mensen gaan hier niet echt denken van wat is er aan de hand? Het was gewoon dat ik Franks filmde... dat hij zijn pasje zo liet zien aan die man. Van, van het is mijn auto, laat die auto hier, bla bla. En dat mensen dan een vraag tegen kregen van... Hé, wat speelt er daar? Zeg ik, nee, maar laten we hem op een andere manier doen. Je weet toch? Dus ik zei tegen die man, ik zeg, ga maar daar staan. Yeah. En toen begon ik alles te filmen. Zo. Yeah. Ah, je gaat gewoon op internet. Ja, je weet toch? Kijk, en stel je eens voor dat je echt boos zou zijn. Je weet toch? En je zou zo met iemand omgaan. Dan is het alleen maar goed dat er mensen dan in de reacties zo tegen jou tekeer gaan. Maar ik had niet verwacht. Ik heb veel namen voorbij zien komen, bro. Waarvan ik dacht van, bestond jij ook nog? Ja, yeah, ja. Yeah. Heel veel comments van mensen van die iedereen die een oordeel had. Kijk, als je zou zeggen van, hey. Ik heb altijd respect voor je gehad, maar wat je nu doet vind ik wel minder voor jou. Maar dit kan niet, je moet respect hebben voor mensen. Maar je zag mensen gelijk die gingen oordelen. Ja, zie je dat wel? Ze waren maskers gevallen. Dit is de mode die jullie niet kennen. Terug naar je eigen land. Kut Turk, kut Marokkaan, terug naar je eigen land. Maar wat deed het met je dan als je zo... Het deed me pijn, man, bro. Ik kon niet slapen, man. Ik was heel de tijd op bed en ik dacht, oh, joh. Ik kan niet wachten om die video morgen online te gooien. En ik zei tegen die jongens, zullen we die video gewoon nou online gooien? Hij is toch al viraal gegaan? Dan zeg ik, nee. Wacht tot morgen. Want de bedoeling was eigenlijk, we gaan 3 dagen nog wachten. Ja. Ik zeg, luister, ik kan hier niet 3 dagen mee leven. Ik ben altijd op die positieve dingen. Ik ben juist diegene die met zijn kinderen is altijd. Leuke, goede content plaats voor mensen waar mensen iets aan hebben. Motiverende posts die ik plaats. Ja. Om dagelijks mensen te motiveren. En dan kom je ineens met zo'n post. En juist omdat mensen zoiets bij mij zien, verwachten ze het totaal niet. Dat ze denken, dat kan niet, man. Mo, die zoiets plaatst. Oké, en als die boos zou zijn... Zou hij toch wel direct eraf halen? Maar nee, Mo liet het 24 uur staan. En ik kon niet slapen. Ik dacht daarna was ik om 5:30 in de gym. Of 6 uur in de gym in de ochtend. Ik zag mensen al naar mij kijken. Zo, want die video was echt viraal gaan.
Maar natuurlijk denk je ook dat iedereen naar jou kijkt. Want je voelt, je denkt, oh, die kijkt sowieso naar mij om die video, snap je? Maar ik zag wel mensen met een blik naar me kijken zo. En ik kon niet wachten om die andere video online te gooien. Om mensen uiteindelijk te laten zien van, het is helemaal niet zo. Wat dacht je dat de imago-schade ze opleveren? Want je hebt natuurlijk je hele leven gewerkt om aan de guy die je bent. Je bent deze guy die mensen dingen gunt. En ineens komt er een video waarbij er een heel ander beeld getoond wordt van de Mobicep die we kennen. Dacht je ergens van, hé, dat kan mijn brand schaden? Nee, ik heb natuurlijk wel gedacht van, hé, dit is wel een beetje te viraal gegaan. Ja. We hadden wel verwacht dat er veel mensen natuurlijk reactie zou hebben. We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen reactie zouden plaatsen. Maar dat was ook de reden waarom ik hem direct ook online heb gegooid. Want ik dacht, ik ga hier niet te lang mee leven. Want straks gaat iedereen zijn eigen draai eraan geven. Iedereen gaat zeggen, maar nee, dat komt door lease niet betaald. Nee, dit komt omdat hij die parking niet betaalt. Ja. Nee, dat komt omdat hij geen respect heeft. Zo zie je maar te veel showen. Iedereen had zijn eigen mening. Dus ik dacht, dit moet ik zo snel mogelijk online gooien. En we hebben ook natuurlijk ook expres achter de schermen, behind the scenes, heb ik ook gefilmd. Waarom? Nee, dat je, want anders krijg je ook dat soort reacties van, oh, je hebt die man zeker betaald, je hebt hem later laten terugkomen. Nee, tijdens die opnames zijn we vanuit achteren, zijn we aan het filmen. En filmen dat ik naar mijn auto loop en dat we heel die chaos daar aan het doen zijn. Ja. Maar wel behind the scenes allemaal beelden maken. Ja. En zo'n rechtszaak kan je niet in één dag in elkaar flatsen. Ja. Oké, is goed, we gaan die rechtszaak nou. Maar zelfs ondanks dat, zijn er heel veel mensen die me een bericht stuurden van, bro, mijn oprechte excuses dat ik zo'n reactie heb geplaatst. En dan reageer ik op diegene en zeg ik, het geeft niet. Ik vind het niet erg. Want het is normaal dat je wel zo'n reactie plaatst bij iemand van wie je zoiets niet verwacht. Maar ondanks dat zijn er nog ook wel een kleine groepje mensen die toch gaan kijken van nee, het klopt niet. Nee, dit hebben ze in elkaar gedaan. Nee, hij was gewoon echt boos. Dit is gewoon de ware Mo. Dit is hoe die is. En jullie moeten er niet in trappen. Ze blijven gewoon. Kijk, je hebt mensen die op diesel rijden en mensen die op benzine rijden. Een dieselauto kan je niet vullen met benzine. En een benzineauto kan je ook niet vullen met diesel. Maar waar wil ik dan naartoe gaan? Met andere woorden, iemand die zijn mindset alleen maar op negativiteit heeft, hoeveel positiviteit ook je zal geven aan die persoon, die zal het niet op zich nemen. Want die is alleen gefocust op negativiteit. Ja. Maar iemand met een open mindset die denkt van, ja man, ja, het kan. Die jongen is altijd positief. Dus ja, ik geloof wel dat dit gewoon een stunt is. Ja. Maar ondanks dat heb je toch altijd mensen gewoon die je gewoon omlaag willen halen. Want het ging op een gegeven moment niet eens meer. Het ging niet eens meer om die auto opgetakeld. Of dat ik tegen die man zei, taken maar. Krijg. Mensen hadden hele andere meningen op een gegeven moment. Ja. Die ging weer op die reageren, die op die reageren. Maar zo hebben we ook gelijk laten zien aan de mensen hoe social media eigenlijk ook in elkaar zit, man. Ja. Dat wat je ook zal doen, hoe goed je ook zal zijn, dat wanneer ooit iets zal gebeuren, dat er mensen gelijk op je vuren en je gelijk proberen naar beneden te halen, man. Vind je dat ook eng aan de ene kant? Ik vind het heel eng, man, bro. Ja. Ik meen het serieus, ik zat alleen die reacties te lezen. Tuurlijk kon ik heel veel reacties verwachten. En heel veel reacties gaf ik ook wel een plek. Hoe boos ze ook waren, dat ik het wel een plek kon geven. Van ja, het is normaal dat iemand zo reageert. Want je kan niet 10 jaar goede dingen doen. En in één keer een hond op straat doodtrappen. Dat kan ook niet. Ja. Dan heb je ervan niet zeggen, ja, maar hij deed 10 jaar goede dingen. Dus ik verwacht die reacties wel van veel mensen. Maar niet die reacties die ik daar zag. Maar het ging niet eens meer om een auto die opgetakeld. Het was in één keer mensen die aan het wachten waren. Ja. Ze waren blij, bro. Je weet toch? Ze dachten, ja, we hebben hem. Ja. We hebben hem nu. Dit is de ware Mo. Maar mijn masker is niet afgevallen. Ik denk eerder dan hun masker is dan afgevallen. Begrijp je? Ja, want je ziet dan bijvoorbeeld dan op zo'n moment, wat je zegt, je ziet heel veel mensen die dan door de mand vallen. Ik kan me ook voorstellen dat je dan mensen ziet van, van jou heb ik niet verwacht. Ja, zag er een paar tussen mensen? Ik heb wel een paar mensen ertussen gezien. Ja. Waarvan ik dacht van, oké. Ik begrijp je reactie, maar het is een ongepaste reactie. Ja, want je kan mij ook een DM sturen van, hey bro, haal beter die video weg, man. Ja. Maar er zijn heel veel, kijk, ik krijg dagelijks wel tips van mensen van, hey broeder, je kan beter dit niet doen. Of je kan beter dit zo plaatsen. Of je kan beter geen muziek luisteren. Er zijn broeders die jou echt willen, dat noemen ze nasiha, die willen jou echt advies geven. Omwille van Allah, omwille van broeder naar broeder van, je kan dit beter niet zo doen. Ja. Maar je hebt van die internet-imaampjes, die op een gegeven moment alleen maar willen kijken van wat doet hij fout? En dan in de reacties. Ja, maar jij doet dit. Ja, maar broeder, als jij een echte broeder bent, stuur mij een bericht. Zeg maar, hey, Mo, wat je daar hebt geplaatst is niet goed, is niet correct. Je kan dit beter zo op deze manier doen. Dan zie ik het echt als advies, man. Ja. Maar als iemand in mijn comments gaat en dan popiopi probeert te doen, ja. Maar heb je ook de mensen met die wijzende vinger, dat ze ook wijzen naar bijvoorbeeld hoe jij je kids opvoeden? Want dat ze ook daar iets over te zeggen hebben. Er zijn altijd wel mensen die meningen hebben over van alles en nog wat. Kijk, ik voed mijn kinderen op
op mijn manier. Dat zijn mijn kinderen. Het zou raar zijn als iedereen zijn kinderen op dezelfde manier zou opvoeden. We zijn niet in een leger dat ze allemaal dezelfde strategie moeten uitvoeren. En je hebt sommige ouders die vinden het heel eng om hun kinderen op een crossmotor te laten gaan. Ik vind het niet eng om mijn kinderen op een crossmotor te laten gaan. Ik vind het heel fijn om mijn kinderen telkens hun angsten te laten opzoeken. Tot hoe ver gaan mijn kinderen zelf en tot hoe ver hebben ze papa daarnaast nodig om over die streep heen te gaan. Ik laat mijn kinderen dingen doen waarvan ik denk van ja man, dit zijn belangrijke dingen voor hun, voor uiteindelijk in de toekomst waar ze mee te maken gaan krijgen. En het grootste probleem is dat mensen niet over hun angsten heen kunnen gaan. Mijn kinderen zijn 5 jaar, 2 jaar en 7 jaar. Maar ik geef ze vanaf nu al mee van, op deze leeftijd laat papa jullie al zien van je moet over je angsten heen gaan. Nu begrijpen jullie papa nog niet. Maar naarmate de tijd dat jullie zo meteen ouder worden, gaan jullie inzien en terugkijken naar die dagen en denken van ja man, mijn vader liet mij over mijn angst heen gaan. Want nu pas begrijp ik waarom mijn vader dat zo bedoelde. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... ik ben fan van jouw kids, maar die zie je niet, man. Die. Bro. Wow. Ja, hij heeft geen angst, man. Nee. Nee, hij heeft geen angst. Nee, want ik zie hem op die crossmotor. Ja. Dan maakt hij die bocht en... Ja, ja. Weet je wat, natuurtalent, hoor, die, hoor. Ja, weet je wat is? Kijk, met mijn kinderen ook. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, kijk, kan niet bestaan niet. Kan ja. Nog niet. Ja. Naarmate de tijd dat je dingen vaker gaat doen, ga je het steeds beter kunnen. Ja. Grijp je? En als je het niet leuk vindt, hoef je het niet te doen. Grijp je? Ja. Maar ik vind wel dat als papa zijn tijd in iets steekt, dat jullie wel het maximaal eruit halen. En mijn zoontje, die middelste. Kijk, mijn eerste zoontje, Noah, dat is eerder die waar we altijd heel voorzichtig mee. Eerste kindje, ga je altijd heel anders mee om. Ik denk dat er heel veel ouders met mij mee kunnen praten over dit soort situaties. Ja. De eerste kindje, tweede kindje toch al een beetje anders. En dan die derde, onze derde kindje, bro, die is ready, hè? Ja. Ik zie ze daar ook. Ja. Wanneer we naar buiten gaan, bro, die man wil meer naar buiten. Hij en zijn ook heel de tijd buiten spelen. En ik vind het ook fijn om mijn kinderen gewoon buiten te laten spelen in de tuin. Je weet, gewoon spelen, gewoon buiten. Niet altijd achter een iPad. Ja. Als we ergens naartoe rijden, vind ik het niet erg als ze op een iPad gaan. Ja. Maar 9 van 10 kinderen, je weet, we zijn telkens maar alleen maar Fortnite, PlayStation, dit. Ja. Ja. Want er is ook een filmpje online dat jullie in de kou zitten, buiten. Wat is het idee achter het filmpje? Nee, weet je, kijk, het idee achter dat filmpje is dat je je kids op jonge leeftijd uit hun comfortzone moet laten komen. Ja. En natuurlijk is het niet dat ik mijn kinderen dagelijks in een ijsbad ga doen of wat dan ook. Nee, maar wat ik wel vind is dingen wat hun een beetje... Wat hun een beetje eng vinden, dat ik ze dat gewoon laat doen. Ja. Natuurlijk is het normaal dat wanneer ze buiten in de kou gaan en met mij daar aan tafel zitten, dat ze ijs op hun lichaam gaan doen, dat iets is waar hun lichaam van schrikt. Maar juist, dat is wat ik wil bereiken. Ik wil juist kijken, hoe gaan hun met die schrik om? Hoe gaan hun met angst om? Durf jij telkens weer over jouw eigen angst heen te gaan? Ja. Want als jij dat gevoel leert kennen, over je angst heen gaan, dan weet je steeds beter daarmee om te gaan. Ja. Net zoals een probleem niet een probleem is, zolang je hem niet erkent als een probleem. Klopt. En naarmate de tijd dat je veel dingen hebt meegemaakt, veel problemen hebt meegemaakt, weet je steeds beter met problemen om te gaan. Ja. Als je een sterke mindset hebt. Want alles draait uiteindelijk om een juiste mindset. En je legt ze dat ook weer uit. Dus als je het uitvoert, of daarvoor zeg je, jongens, we gaan dit doen. Nee, wanneer ik bijvoorbeeld met hun een video maak, dan zegt hij, ja, maar papa, nee. Stel je voor met skiën, we gingen laatst skiën. Dan zeg ik, ga maar over die schans. Dan zegt hij, nee papa, dat kan ik niet. Dan zeg ik, maar oké, nooit. Kom eens bij papa. Luister, dan ga ik naar hun toe. Praat gewoon op hun, ga ik gewoon helemaal bukken. Zo zeg ik, oké, luister, kijk, hè. Nog een zin. Hebben jullie een keertje met skiën, hebben jullie een keertje over zo'n schans gesprongen? Nee. Oké. Waarom zeg je dat je dat niet kan dan? Heb je het geprobeerd? Probeer het. Als je het niet kan, vind ik het niet erg. Maar we gaan het wel proberen. Ja? Oké, bismillah. Yalla, zit. Ja, kom maar, zet hem op. En dan gaan ze en dan zie je over die eerste schans ging die. Dat is al iets wat hij niet eens zou doen. En dan over de tweede schans ging hij ook. Ze zijn altijd allebei telkens gevallen. Zelf ik ook. Ik ben ook een paar keer over de schans gegaan. Ik was ook gevallen. Ja. Maar wat ik dan daarna tegen hun zeg is... Oké, je kon het niet, zei je. Heb je het geprobeerd? Ja. Oké. Vond je het leuk? Ja. Oké. Als je het niet had gedaan, dan kon je nou niet meepraten met mij. Klopt. Ook hetzelfde met mijn zwager. Hè? Mijn zwager is altijd met mij. En dan gaan we bijvoorbeeld... gisteren waren we ook bij het zwembad. Ja. En dan mijn zwager en met zijn kinderen. Ik push zijn kinderen dan ook van... Laat ik hun bepaalde dingen doen waar hun totaal ook niet achter staan. Dat ze, bijvoorbeeld zeg ik, oké, ga in die ijs. Weet je, ga in de ijs. Ja. En dan zeg ik, nee, maar het is koud. Ik zeg, gewoon doen. Over je angst heen. Gewoon doen. En dan mijn zwager ging het doen. Ik laat je om die video zien. Smeer ik hem helemaal zo in met die ijs zo. En dan zegt hij later ook tegen mij van... Ik zeg je eerlijk, bro. Dit zijn dingen wat ik eigenlijk zelf ook niet zou doen. Ik zeg, en daarom is het heel belangrijk. Met wie ga je om? Ja. Heb je? Als je met jongens omgaat die domme dingen doen, ga je domme dingen doen. Ja. Althans, je gaat misschien een keer proberen. Maar ben je met mij, dan zal ik je altijd laten zien dat je gewoon altijd gewoon uit je comfortzone moet komen. Ja.
belangrijk. Maar van wie leer jij dit soort dingen? Is het van, ben je ook zo opgevoed? Ben je ook zo opgegroeid? Heb jij dat ook van huis uit meegekregen om zo over jouw angst heen te stappen? Nee, ik heb dat niet vanuit thuis uit meegekregen, maar het is gewoon vanuit levenservaring, man, bro. Ja. Alles wat ik meemaak, heeft mij gevormd tot de persoon wie ik nu ben. En wanneer je met iemand praat die een boek heeft gelezen, dan kent hij je bepaalde dingen gaan uitleggen, maar niet met die gevoel erin, begrijp je? Wanneer iemand praat vanuit ervaring, dan zie je ook, ja, man, ja, diegene heeft het meegemaakt en daarom praat hij er zo over, begrijp je? Wat is de laatste keer dat jij angst hebt gevoeld? Laatste keer dat ik angst heb gevoeld. Dat was een paar dagen geleden met die actie. Dat ik dacht, oh jongens, toch, dat is wel een beetje te ver gegaan, hè, jongens. Ja, weet je. Ik weet niet, man. Nee, als ik zo 1, 2, 3 gelijk over mijn naam moet denken, weet ik niet wanneer het de laatste keer is, man. Want je maakt veel dingen mee. Ik bedoel, weet je wat mijn, waarom ik het heel belangrijk vind dat mensen over hun angst moeten gaan, is bij First. Ken je First, dat programma van vroeger? Ja, met YouTube en zo. Ja. Hun hadden mij toen uitgenodigd dat ik uit een vliegtuig moest springen. Ja. Dus op een gegeven moment wat gebeurt, bro, ik zou dat nooit doen. Ja. En mijn bedoeling was ook totaal niet om te gaan, om te springen. Ik dacht, ik doe gewoon mee met het programma en ik kijk wat tot hoe ver ik mee ga doen. Maar toen zat ik op een gegeven moment in die vliegtuig en het moment kwam aan dat ik eruit moest springen. En ik dacht, oké, ik ben tot zover gekomen, doe het gewoon. Gewoon doen. En dat moment wat ik heb meegemaakt, dat gevoel wat ik heb meegemaakt, over je, dat was de eerste keer waarbij ik echt over mijn angst heen ben gegaan. Dat was bij First, bij het programma, dat ik uit die vliegtuig sprong. En toen ik op een gegeven moment beneden kwam, dat ik dacht van, oh joh, ik heb het gedaan al. Ja. En dat gevoel, dat kan ik je niet uitleggen. Dat gevoel krijg je alleen maar door bepaalde dingen te doen waar je echt angst voor hebt, man. Ja. Dus als er mensen kijken op dit moment en angst hebben, ga over je angst heen door dingen gewoon te doen. Gewoon doen. Ja. Ja, maar is makkelijk praten. Nee, gewoon doen. Ja. Want dat is hoe ik met mijn angsten omga, man. Maar dat is ook, sommige mensen hebben ook een angst als het gaat om ondernemen. Kijk, heel veel mensen zitten thuis en die roepen, ik kan dat ook. Ik kan ook wat hij kan. Ik kan ook dit, dat kan ik ook. Maar ze doen het niet. Wat kan je hun bijbrengen? Dat ze te veel olifant op de weg zien. Ja. Kijk, weet je wat het is, bro? Kijk, net als met deze stunt die wij laatst hadden gedaan. Ja. Met betrekking tot MB Nutrition, met mijn onderneming. Is dat ik, Stijn als voor. Dat ze mij van tevoren hadden gezegd dat die post zo viraal zou gaan met negativiteit, had ik het niet gedaan. Ja. Maar nu heb ik het gedaan. En doordat ik het heb gedaan, moest ik schakelen. En kijken van, oké, wacht eventjes. In plaats van over 3 dagen die video online te gooien, we gaan hem gelijk online gooien. In plaats van te wachten om onze auto zogenaamd te gaan bestikkeren, nee, dat gaan we niet meer doen. We gaan hem gelijk online knallen. Ja. Als ik naar Dubai wil verhuizen. En ik wil naar Dubai verhuizen en ik wil mijn onderneming daar gaan starten. En ik ga denken, oké, maar wacht even, als ik naar Dubai ga verhuizen. Hoe ga ik dat doen met mijn kinderen? Hoe ga ik dat doen met dit? Hoe ga ik dat doen met dat? Hoe ga ik dit? Jij maar met dit moet doen? Ik ga niet. Je demotiveert jezelf. Ja. Als je echt wil, moet je gewoon gaan. En de problemen die meekomen, die komen maar mee. Ja. Het is net als met ondernemen. Oké, is goed. Ik wil gaan ondernemen. Ik wil mijn stap zetten. Ik heb weet je, na die podcast met jou heb ik zoveel berichten gekregen van, hey Mo, bicep, respect man. Dankzij jou ben ik begonnen met mijn onderneming. Ik zag je podcast bij Fernando. En wat je toen ook zei, dat je gewoon dingen moet doen. Nogmaals ga ik het weer zeggen. De mensen die mij al vanaf 2018 of zo volgen, 17 januari 2018 begon ik met mijn supplementenlijn. Ja. Maar de mensen die mij van toen volgen, die hebben gezien met welke stap ik ook allemaal heb meegemaakt. En laatste tijd plaats ik wat video's van vroeger. Ja. Om de mensen te laten zien, van, kijk waar het allemaal begonnen was. Ja. Geloof gewoon in hetgeen wat je doet. Want als jij een onderneming wil starten en je gaat denken, ja, maar er zijn heel veel mensen die het doen. Ja, maar waar ga ik die spullen halen? Ja, maar waar ga ik dit doen? En hoe moet ik mijn website maken? Nee, ik ga mijn dingen opschrijven. Oké, ik wil een onderneming starten. Dit is mijn doel. Dit is wat ik. Kijk, wij hebben met MB Nutrition bijvoorbeeld een plan. Oké, dat is wel een bedrijf die al loopt. Maar zo, die plan kun je ook toevoegen in jouw eigen onderneming. Ja. Oké, wat is jouw ideale beeld van jouw onderneming? Ja, ik zou personeel in dienst willen. Ik zou dit willen. Ik zou dat willen. Ik zou een loods willen. Oké, dan schrijf je alles op wat je wil. En dan ga je back to basic. Helemaal terug naar het begin. Ja. En dan, oké, om deze doel te behalen, wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Wie moet ik wel benaderen? Wie moet ik niet benaderen? Met wie moet ik wel omgaan? Met wie moet ik niet omgaan? Begrijp wat ik bedoel? Ja. Als je te veel informatie aan mensen gaat vragen die het niet eerder hebben gedaan, dan ga je alleen maar informatie krijgen die jou gaat demotiveren. Ja. Begrijp je? Ja. Ze gaan zeggen, ja, maar bro, ik weet niet, man. Als je dit gaat doen, ja, ik weet niet, man. Er zijn heel veel mensen die het doen. Het is moeilijk, hoor. Niks is moeilijk. Als zij het kunnen, kan ik het ook. En nog beter ook. Ja. Toen ik begon met supplementen, bro, zeiden mensen tegen mij, ja, maar je hebt veel grote namen. Je hebt echt grote bedrijven die het doen. Ik zeg, bro, die zijn ooit ook ergens begonnen, hè? Klopt. Iedereen begint ergens. Dus mijn tip naar de mensen is, als je een plan hebt, vertel hem ook aan niemand.
Vertel hem aan niemand, want wanneer je hem eenmaal aan mensen gaat vertellen, gaan ze je op een gegeven moment advies geven en tips geven, wat misschien jou kan demotiveren. Ja. Heb je een plan? Trek hem voor jezelf gewoon door. Knal gewoon en denk van, hey, wat moet ik doen om mijn doelen te bereiken? En ga er gewoon voor. En niet denken van, ja, maar ik weet niet hoor. Er zijn wel veel mensen die het doen, dus ja, ik weet niet. Nee, ja. Gewoon doen. En lukt het niet, geen probleem. Dan heb je het wel geprobeerd. Ja. Ja. Dan ga je weer iets anders doen. Is er iets bijvoorbeeld, want mensen zien dat alles bij jou lukt, maar bij ondernemerschap, sommige dingen lukken, sommige dingen lukken niet. Of sommige dingen gaan harder dan andere. Wat is iets wat bijvoorbeeld Mobisem niet is gelukt? Of... Razorblades. Okay. Ik had een scheermessenbedrijf op de markt gebracht. Althans, het is niet dat het mij niet is gelukt. Ik heb het uitbesteed aan twee jongens. Ja. Ik heb die onderneming gewoon voor hun opgezet. Ik heb daar €34.000 in geïnvesteerd. En tot de dag van vandaag heb ik mijn geld niet eens terug. Heb ik het gewoon voor hun in geïnvesteerd. En uiteindelijk waren het wel jongens die gewoon wilden knallen. Ze wilden echt hun best doen. Maar als ik het niet pushte, dan zou het niet draaien. Begrijp je? Maar een bedrijf moet niet draaien omdat ik het push. Het moet draaien om de juiste strategieën. En de juiste strategieën die ondervind je uiteindelijk door het ondernemen. Door het gewoon te doen. Maar als ik een story telkens moet maken en dat dan pas mensen gaan kopen, dan is het voor mij geen onderneming, man. Ja. En je hebt best wel veel ondernemingen gestart. Ook je kledinglijn. Ja, Donza. Ja? Donza heb ik nou samen met een vriend van mij, Rasool. Hij heeft een eigen onderneming ook. Hij verkoopt fietsen. Ja. Met hem heb ik het nou samen, Donza. Hij runt het allemaal achter de schermen. En wat die jongen doet, ik zeg je eerlijk, man, bro, deze man, ik heb zwaar respect van, man. Ja. Ja, ik moet hem ook zijn shine geven in deze podcast. Maar deze man is echt waar. Een jongen die... Hij is jonger dan ik. Ja. Hij zegt, ik ben zijn motivatie met vele dingen. Maar onbewust heeft die jongen mij ook met veel dingen gewoon echt laten zien dat vele dingen ook anders kunnen, man, bro. Zoals? Ja, gewoon qua ondernemen, qua strategieën die ik op dat moment uitvoerde met MB Nutrition, heeft hij me bepaalde tips en tricks meegegeven over zijn onderneming. Hoe hij bezig is met zijn onderneming. Is hij bij mij achter de schermen gaan kijken van oké, wat ben je allemaal aan het doen en wie en wat. Net zoals dat ik nu met Franks, dat er nu op mijn personeel, dus op Franks, op Wesley, op Martijn, dat daar andere mensen nog aan toegevoegd zijn om hun nog beter te maken in hetgeen wat hun doen. Ja. Want zij zijn goed tot een bepaald niveau. Ja. Begrijp je? Wat zij kunnen, kunnen zij. Begrijp je? Ja. Maar ik ken deze fles water kan ik opdrinken. Maar als die leeg is, is die leeg. Als iemand hem bijvult, dan kan ik weer gaan drinken. Ja. Begrijp je? Dus zo zie ik het eigenlijk ook met mijn onderneming. Is ik heb dankzij die Rasool heb ik mensen op mijn mensen gezet. Om het naar een next level niveau te tillen. Bepaalde tips met Google advertenties en dat soort dingetjes. Heb ik ook dankzij hem ook weer anders gedaan in mijn bedrijf. Want ik dacht van, hey, ja man. Ik dacht al dat ik het goed deed, begrijp je? Want het loopt, alhamdulillah, begrijp je? Het loopt, het is oké. Ja. Maar de grootste fout die mensen maken is dat ze op een gegeven moment in een goed lopende bedrijf uiteindelijk comfortabel gaan worden. Ja. En uiteindelijk dat het dan minder gaat en dat ze dan pas gaan denken van, hey, wat moet ik nou doen om hieruit te komen? Dat is wel een goeie wat je aangeeft. Want je zegt dus basically van, je had kunnen blijven hangen in het succes wat je hebt met MB Nutrition. Maar je kiest ervoor om alsof scherp te blijven en door te willen groeien. Ja, man. Door jezelf te omringen met mensen die ook heel veel ervaring hebben. Ja, weet je waarom, bro? Kijk, er zijn heel veel mensen die altijd... Kijk, van die slogans en zo, dat zijn allemaal dingetjes wat allemaal gebaseerd is op feiten. Kijk, je hebt heel veel mensen die zeggen van, kijk, alleen kom je ver, maar samen kom je veel verder. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Waarom willen ze zijn weg en niet waarom willen ze was ik weg? Je moet doorzettingsvermogen hebben. Never give up en dat soort dingetjes. Yeah. Maar kijk, alleen kom je ver. Ben ik heel ver gekomen, alhamdulillah. Met de juiste mensen om me heen ben ik ook heel ver gekomen. Maar als je echt een bedrijf wilt wegzetten, dan heb je echt de juiste mensen om je heen nodig. En dan moet je echt serieus gaan investeren. En wat ik nu heb gedaan, is zwaar geïnvesteerd in mensen om me heen. Dan heb ik het ook gewoon echt gewoon serieuze mensen. Oudere mensen die het al jaren doen. Die mij uiteindelijk achter de schermen bepaalde tips en tricks meegeven. Wat mij veel geld kost. Maar uiteindelijk zie ik wel dat die strategieën wel werken met MB Nutrition. Ja. Daarom heb ik ook laatst een slogan uitgebracht. Alles moet anders. En dat is ook de video die wij uit hebben gebracht. Is dat alles anders moet. Ja. Bij MB Nutrition moet alles anders. Want waar zit nu de business focus op qua, waar zit de focus nu zeg maar qua groeien? Want... De focus qua groei zijn we nu bijvoorbeeld. Kijk, wij verkopen in België, Nederland, Luxemburg. Alhamdulillah, we doen ons ding. Onze focus is met Duitsland. Waar we nou ook op focussen. En internationaal groei. Ik wilde altijd groeien internationaal. Ik heb de juiste mensen uiteindelijk benaderd. Uiteindelijk heb ik zoveel mensen die mij dingen beloofden. Waarvoor ik heel veel heb geïnvesteerd. En uiteindelijk was het alleen maar praatjes telkens. Mensen die mij niet naar een next level niveau konden tillen. Maar dat zijn niet video's die je op social media ziet. Eens op social media zie je alleen het succes. Je weet toch wat een bedrijf heeft. Maar ze zien niet waar je allemaal de fouten ingaat door bepaalde investeringen die je doet.
Maar uiteindelijk wilden wij internationaal groeien. Dan dacht ik van, hey, ja man, ik ga met mensen samenwerken. We gaan het naar een next level niveau tillen. Maar uiteindelijk was dat ook niet voor mij de juiste keuze om bepaalde keuzes te maken op dat moment. Maar, Want er was een moment, zeg maar, dat je ook internationaal zou gaan, ook met Badr. Want ja, we zagen bij heel veel wedstrijden, zagen we MB Nutrition. Ja, ik was trots, ik denk, dat is wel, hij is een icoon, weet toch? Dus weet, ik denk, ja, the powers combined. Ja, we hadden het eigenlijk eerlijk gezegd allebei anders voor ogen. Ik had hele andere strategieën en hij heeft hele andere strategieën. We zouden met MB Nutrition ook naar Marokko toe gaan. Ik was al heel langere tijd bezig met de juiste mensen proberen te verzamelen. En dat is niet zomaar 1, 2, 3 dat geregeld is. En ik dacht natuurlijk met Badr Hari, hij is een icoon in Marokko. Hij is een patroon daar in Marokko. Ik denk met hem gaat het dan wel veel sneller. Maar uiteindelijk was dat ook niet het geval. Kon het ook niet dat het 1, 2, 3 zo geregeld zou worden. En uiteindelijk is hij zijn kant op gegaan en ik ben mijn kant op gegaan. Ja, ja. Spreken jullie elkaar nog? Zie je hem nog wel eens? Nee, ik spreek hem nooit meer, man. Laatste keer heb ik hem misschien een jaar geleden gesproken. Ja. Maar is het ook iets voor jou misschien in Marokko? Ook je eigen inshallah, man, gym te doen of iets? Of, nee, niet echt een gym. Niet echt een gym, maar ik zou mijn supplementen willen inshallah ook in Marokko gaan. Ja. Ja, dat we in Marokko met supplementen gaan. Ja. Dat is voor mij wel ook ik ben Marokko, weet je toch, uiteindelijk. Ja. Als je jouw supplementen kan verkopen in Marokko, dat zou alleen maar top zijn, man. Maar hoe reageren ze in Marokko op jou? Want ik zie jou, ik kwam je toen ook in Marbella tegen. Ja, zo. En ik zie al die mensen op je auto afkomen. Man, maar hoe is het liefde? Ja, zo voor. Ja. Marokko is echt chaos, man. Wanneer ik naar Marokko ga, die mensen zijn wel echt trots, man. Ja, ja, het is niet net zoals in Nederland. Kijk, hier lopen gewoon over straat en natuurlijk heel veel mensen komen een foto maken. Maar in Marokko is het niet normaal, man, bro. Ja. Politieagenten, van alles en nog wat, bro. Niet normaal, man. Wauw. Ja, daar is echt, die liefde die ik daar krijg in Marokko is echt ongekend. Ja. Maar ook, wat je ook bij jou ook merkt, het is een hele onderneming. Zeg maar, bijvoorbeeld van supplementen verkopen, de auto's, dat is ook weer, hoe heet het, de lifestyle. Ja, maar kijk, weet je, mensen willen succes volgen, begrijp je? Wanneer je succes uitstraalt, dan willen mensen ook geassocieerd worden met jou. Kijk, vroeger was het natuurlijk, nieuwe auto, mobies heb je, haha. Oké, dat vonden mensen leuk, maar nu is het weer een andere strategie. Je moet telkens blijven ontwikkelen, begrijp je? Ja. Met je onderneming, ik heb zoveel goede ideeën, zoveel plannen, maar net zoals elk andere, ieder persoon, weet je, heel veel mensen hebben goede ideeën en plannen, maar ze doen er niks mee. Ja, ja. Maar ik werk ze wel uit. Ja. Ik werk ze uit. Als iemand mijn bericht stuurt van, we kunnen dit doen. Ik denk, ja man, wat hij zegt, hij onderbouwt ze mij goed. Ik moet met deze mensen aan de slag gaan. En dan durf ik ook gewoon risico's te nemen. Heel veel mensen durven risico's niet te nemen, snap je? Maar zoals ik al vaker zeg, kijk, met een onderneming, ergens komen is makkelijk, maar daar blijven is nog veel moeilijker. Zeker, zeker. Dus net als met z'n afvallen. Ja. Ja. Als je wilt afvallen, veel mensen willen afvallen. Oké, is moeilijk, maar is haalbaar. Op een gegeven moment zijn ze afgevallen. Maar om dat gewicht te blijven is nog veel moeilijker. Ja. Je moet telkens die strijd aangaan met jezelf. Telkens blijven struggelen, maar de juiste mensen om je heen verzamelen. En dat is wat ik de afgelopen maanden heb gezien met MB Nutrition. Wij verkochten nooit in winkels. Omdat ik dacht van, ik hoef niet in winkels te verkopen. Ik verkoop online al, ben ik al oké, snap je? Ik ben alhamdulillah, ik neem genoegen met dat, begrijp je? Ja. Maar dan heb ik wel mensen om me heen die dat allemaal uitwerken. Dan heb ik wel mensen om me heen die allemaal die Jumbo's benaderen. Nu verkoop bij de B2B, bro. Wij verkopen aan Jumbo's, aan Spar Cities, als het goed is. Albertijn hebben we ook. We verkopen echt, dat regelt Franks allemaal natuurlijk achter de schermen. Vet. Ja, maar hij is wel een soldaat, man. Ja. Franks is de man achter de schermen. Ja. Hij heeft mij natuurlijk ook met veel dingen geholpen. We helpen elkaar echt zwaar omhoog. En hij heeft ook wel mensen weer onder hem die de dingen doen die hij eigenlijk voorheen deed. Ja. Dat doen zij nou. Zij halen al die Jumbo's binnen. En daardoor hebben wij echt met MB Nutrition een klein jaartje geleden echt een keuze gemaakt. Waar ik tot de dag van vandaag totaal geen spijt van heb, man. Maar merk je ook, zeg maar, want dat het goed met je gaat, weten we, zien we, hebben jullie wel lekker bezig. Maar merk je ook bijvoorbeeld door die stappen die je hebt gemaakt, dat ook je inkomsten, zeg maar, echt zijn gestegen? Dat je echt ziet van, door die stap. Ja, en natuurlijk zijn er heel veel keuzes die je maakt met een doel. Dat je denkt van, oké, is goed, we gaan deze boodschap naar buiten brengen. We gaan dit doen, we gaan deze stappen maken. Ja. Maar uiteindelijk wil je wel ook wat aan overhouden, begrijp je? En dat is wat met MB Nutrition ook, dat we bepaalde dingen hebben gedaan, zoals naar Jumbo's te gaan. Ik had niet verwacht dat die markt daar zo groot was, man. Ik had niet verwacht dat er mensen... Kijk, wij hebben nou... Wanneer komt deze video uit? Snel. Binnen nu en 2 weken. Oh, binnen in 2 weken, dan zijn we ook al online met ons assortiment. Okay. We hebben een hele complete nieuwe lijn. Ja. Voor de Jumbo's uitgebracht met kleinere formules. Ja. Snap je? Kijk, wanneer iemand een boodschap bekijkt, natuurlijk denken we daar allemaal samen aan. We zijn een team. Het is nooit van, maar ik doe dit of jij doet dit. Wij zijn allemaal, alles is gezamenlijk, snap je? Ja.
Maar ik heb wel die mensen om me heen, waarbij we denken van, hé, wacht even, wanneer iemand boodschappen gaat doen, om 30 euro uit te geven aan een vetbunner of een pre-workout, is het al een boodschappenlijstje voor mensen. Dus dan denken ze van, hé, laat die maar even liggen. Maar wat wij nou hebben gedaan, we hebben gekeken naar, oké, kleinere formules. We hebben nou bijvoorbeeld een vetbunner, de helft. Dus die is maar 15 euro. Maar die is ook maar de helft gevuld. Maar voor mensen is dat veel sneller een keuze om te denken van, hé, die pak je wel. Leuk, schattig, leuk potje. Ja. Hoe wij ook onze supplementen wegzetten. Kijk, ik zou die supplementen op mijn manier, zou ik ze gewoon in die schappen zetten. Je weet toch, arruïne. Ook uit de hoge gevecht, arruïne. Gewoon knallen maar erin. Ja. Maar ik heb juist de mensen die daarover denken. Welke product moet je boven zetten? Welke product gaan we daar zetten? Welk product gaan we daar zetten? Dat zijn allemaal van die strategieën die mensen bedenken bij mij en mijn team. Waarvan ik denk van, hey, respect man. Slim. Ja, hier had ik niet aan. Kijk, nu jullie het mij zo onderbouwen. Ja. Denk ik, hey, ja man, ik kan me erin thuis vinden. Ja. Maar had ik het van tevoren zelf gedaan? Nee. Ja. Die kleinere potjes, had ik het zelf gedaan? Nee. Zakken. We hebben bijvoorbeeld potten. Van potten zijn we nou overgegaan naar zakken. Ons nieuw assortiment, inshallah, komt zo meteen online. Ja. Maar dan hebben we ook halve kilo zakken voor de B2B. Ja. Online kun je die niet verkrijgen. Maar voor de B2B hebben we halve kilo zakken. Ah. Zakken passen er veel meer in een schap. Dus een schap kunnen we veel meer vullen. Potten zijn vier potten achter elkaar klaar. Dan heb je zo'n meter, wat we krijgen meestal bij een winkel. Ja. Is, ja, oké, okay, ik heb ook een andere strategie. Die leg ik je zo meteen uit, maar die kan ik niet uitleggen hier zo. Ja, ja. Want anders gaan mensen die ook zien, je weet toch? Ja, ja, ja. Dat is wel een strategie die Frank ook weer verzonnen. Ja. Ja, ik heb alhamdulillah wel echt... Wauw, vet man. Maar niet te vergeten, bro, kijk, Allah is degene die alles geeft. En Allah is ook degene die alles neemt. Sowieso, man. Snap je? Natuurlijk zijn mijn volgers die mij supporten wanneer ik met een boek uitkom. Die mij supporten wanneer ik met een nieuwe lijn uitkom. En daarom vergeet ik ook nooit tegen mensen te zeggen van, kijk, weet je dit, bro? Kijk, hou je eiwitten hoog. Maar je hasanet, je goede daden, die moet je nog veel hoger houden. En alles met goede intenties te doen. Ja, mooi man, mooi wat je zegt. En hoe zie je, zeg maar, hoe lang zie je jezelf dit nog doen? Want je bent heavy aanwezig op social media. Ja, man. Heb je op een gegeven moment zoiets van, oké, dit doe ik de komende 5 jaar en dan ga ik gewoon... Nee, weet je, het is, bro, ik ga gelijk ook gelijk onderbreken met deze. Want waarom? Dit is al waar ik al langere tijd mee heb gezeten. Ja. Wat MB Nutrition heel veel waard is, maar het is een onderneming. Begrijp je? Het is een onderneming, maar zonder mij is het niet evenveel waard als... kijk, je hebt Shahid voorbeeld met Tegeldepot. Ja. Tegeldepot die draait al voordat Shahid bekend was. Ja. Begrijp je? Of Shahid nou een story maakt of geen story maakt. Tegeldepot is Tegeldepot. Ja. Bij mij heb je MB Nutrition. Maar wij zijn achter de schermen aan het kijken van, oké, hoe kunnen we MB Nutrition zoveel mogelijk loskopen, koppelen van Mobicep? Dat is door, we hebben eigenlijk op onze potten, hadden we MB Nutrition zo groot staan. Ja. Maar dat is waar ik nooit naar zou kijken, maar mijn team wel naar kijkt van, we moeten MB Nutrition niet zo groot erop zetten. We kunnen beter de ingrediënten goed erop zetten, duidelijk vermelden welke smaak het zijn, wat het is. MB Nutrition dat er zo groot erop staat, dat is voor jouw volgers dat leuk. Maar voor een grotere doelgroep heb je dat soort dingetjes, ja... die veel kleiner kunnen, begrijp je? Ja. Ik zou er ook weer naar kijken. We hebben onze potten die we anders maken. We hebben onze video's die we anders maken. We hebben andere mensen die we bij betrekken bij MB Nutrition. Waardoor ik stapsgewijs gewoon beetje voor beetje... Oké, als ik stories maak voor MB Nutrition is leuk... maar het moet niet zo zijn dat ik stories moet maken... om nog telkens die betere omzet te creëren. Ja. Dus wij hebben... dat het merk zich al verkoopt op basis van de kwaliteit. Ja, de kwaliteit. Kijk, mensen kopen het om goede kwaliteit. Ja. Eigen unieke formules. Want de formules die wij hebben, waar veel mensen onderschatten. Hè? Veel mensen denken dat iedereen die supplement verkoopt, dat dat allemaal hetzelfde supplementen zijn. Maar het zijn niet hetzelfde supplement. Een broek is ook niet een broek. En je hebt een Louis Vuitton broek, betaal je ik weet niet hoeveel voor. Dat betaal je voor de brand, voor de kwaliteit, voor de merk, voor de marketing en voor alles erop en eraan. Maar een broek van de Zara is niet hetzelfde. Ja. Het is wel allebei een broek. Een pre-workout, je kan 2 pre-workouts aan elkaar zetten. Ja. Maar welke pre-workout is nou beter? Ja, uiteindelijk gaat het om de gunfactor van de mensen. Want daar begint het bij. Jij kan nou komen met Nando Leaks pre-workout, jongens. Als mensen jou gunnen, dan zeg je, ja man, ik gun Nando dat. Weet je toch, die pre-workout van Nando is goed, maar ik gun het hem dat ook. Ja. Snap je? En daar draait het om, dat is wat mensen veel vergeten. En hoe creëer je gunning? Op basis van... Die gunning creëren door gewoon op mensen te reageren. Op mensen te reageren, de liefde te showen, die je gewoon op het begin ook showde. Wanneer ik thuis ben, bro, ik ga door mijn DM en ik reageer heel de tijd op mensen. Ik reageer op mensen. Ik heb natuurlijk heel veel mensen die op mijn social media bijhouden. Ik heb 3 jongens die op mijn social media bijhouden nou. Ja. Maar buiten dat reageer ik ook constant. Als iemand mij een bericht stuurt van, ja, ik zit er niet lekker in mijn vel. En dan reageer ik gewoon 5 minuten lang. Hè. Gewoon spraakmemo van een minuut, nog een keer spraakmemo van een minuut, nog een keer spraakmemo. En dan geef ik bepaalde tips en tricks. En dan zeg ze van, ik had niet verwacht dat je zo zou reageren. Dan zeg ik, kijk, weet je wat het is? Als ik iets bij iemand zou bestellen, en ik zou diegene opkijken, en ik zou nog een berichtje terugkrijgen van diegene, zou ik altijd ook denken van, hey, respect.
Ja, dus ik weet dat mensen dat ook waarderen wanneer je zelf op reageert met een spraakmemo. Ja. Of als iemand zegt, ja, mijn neefje is jarig, kun je een video van hem maken? Zeg ik, yo bro, met mijn bicep man, ik hoop dat je neefje vandaag een goede verjaardag. Gewoon be humble. Mensen waarderen dat echt, hè? Ja man, echt waar. Soms dan ben ik op een verjaardagfeestje en dan zeggen mensen van, ja, je doet 10 titles, kun je ze inspreken, cyborg. En dan doe ik dat, oh wat vet dat je dat doet. Zeg, ja. Maar waarom zou ik het niet doen? Ja, maar het is iets heel kleins. Maar ja. Er zijn heel veel mensen die het niet doen, man bro. Ja. Wanneer mensen, raar. Wanneer mensen mij ook op real life zien, je weet die ene verhaal, bro, die was echt viraal gaan ook. Hè? Die ik hier toen had verteld over die man die 50 euro, weet je nog? Ja. Bij die benzinepomp, omdat ik die man tegenkwam, dat ik hem 50 euro gaf voor zijn zoontje. Dat zei 2 dagen geleden, dat ik nog zo slecht over jou gepraat. Ja. En mijn zoontje geeft je nou 50 euro. Kijk hier, hè, ja. Hoe het leven kan gaan. Ik zeg, broer, hij vroeg mij toen van, vergeef mij. Ik zeg, broer, tuurlijk vergeef ik jou. Je weet toch, we willen allemaal ooit vergeven worden. Ja. Maar zo zie je, maar mensen praten zomaar over jou. Dat mensen niet, verzinnen soms ook in hun hoofd hoe je ongeveer bent. Ja, maar dan zien ze jou. En dan zien ze niet op een gegeven moment, hey, ja. Hij is wel chill, man. Ja. Want het eerste wat mensen altijd zeggen, als vrienden van mij ergens in het buitenland zijn, of wat, en ik zeg, ik kom uit Nederland, ik kom uit Breda. Zeg ze, Mo Bicep. Hey, maar, dan zeg ik, ja, wat vroegen ze jou gelijk? Hoe is hij in het echt? Ja. Dat is de eerste vraag die mensen stellen. Ja. Maar hoe is hij in het echt? Ik ben gewoon mezelf, man. Ja, ja. Maar ik denk ook dat het komt ook met succes. En zeg maar het feit dat, kijk, als mensen bijvoorbeeld jou voor het eerst zien, ze zien de auto's, denken ze van, oh, dat is een gast die stoer doet. Ja, dat is de eerste wat ze denken. Snap je? Ja, ja. Wat je aan het begin van het gesprek zei van, sommige mensen roepen, ja, maar hij liest die auto's. Ja, weet je, maar dat is, kijk, weet je, wanneer mensen een iets roepen zonder te weten of wat dan ook, dan zijn mensen meestal die eigenlijk onzeker zijn en tekortkoming hebben aan hunzelf. Ja, ja. Wanneer ze iemand zien die er goed uitzien, kunnen ze niet zeggen, hey, tabarakallah man, hij ziet er goed uit, mashallah. Ja. Nee, ja, maar is uw kuren, is anabole. Ja. Dan zoeken ze een reden voor hunzelf. Ja, ja. Van, ja, maar dan, als ik het zou doen, dan kan ik het ook. Als bijvoorbeeld een dikke auto zien, ja, maar is lease. Waarom zeggen ze dat? Dat zeggen ze om hunzelf uiteindelijk de goede lease te duren. Want stel ik zou een Lambo leasen, zou maar 8000 of zo per maand kosten. Maar ik ga je niet zeggen, kijk, ik ken alleen jongens die soms een trouwfeest hebben en die een Lambo alleen huren. Ja. En dat ze dan die Lambo halen op een aanhangwagen. Omdat ze, waarom? Anders moeten ze die kilometers betalen die er veel erop zijn gereden. Huur hem alleen voor 1 dagje, bro. Huur hem alleen 1 dagje. Kijk, weet je, dus 9 van de 10 mensen die zo'n reactie plaatsen, zijn mensen die zelf eigenlijk niet veel te besteden hebben. Ja. En dan eigenlijk onzeker zijn en gaan haten op hetgeen wat je hebt. Ja. Want ze haten mij niet als persoon, hè. Ja. Ze haten hetgeen wat ik heb. Want als ik het niet zou hebben, zouden ze mij niet eens kennen, man. Ja. Maar vind je het soms ook, bijvoorbeeld als je die spullen hebt, dat je soms meestal denkt, het neemt ook heel veel energie met zich mee. Of dat je denkt maar van, het geeft me ook energie, man. Ja. Niet die spullen, maar de mensen gewoon. Elke reactie van iemand, je weet toch, een positieve reactie, een negatieve reactie. Ik haal daar altijd alleen maar het positieve uit. Ja. En ik doe het gewoon weer in mijn tank, om uiteindelijk mijn tank weer te tanken. En uiteindelijk heb ik alles bij elkaar gebracht. Ja. Waarbij ik uiteindelijk dit jaar inshallah ga beginnen met een theatershow, man. Ja. Want dat is mijn doel, dat is mijn droom. Spreken voor mensen. Ja. En je gaat toeren met je theatershow. Hoe heet het? De Mo Bicep? De Mo Flow Show. De Mo Flow Show? Ja, man. Dat is de naam die we nou hebben vastgezet samen. Okay. De Mo Flow Show. Dat doe ik samen met Niels Houtenpen. Ja. Ken je wel? Niels Houtenpen? Nee, die goochelaar. Nee, is het Niels Houtenpen? Ja, hij doet ook veel dingetjes goochelen. Hij doet van die trucjes, illusionist. Oké, zoals dat Niels. Ja, Niels sowieso, man. En met hem samen ga ik dan een theatershow starten. We hebben al 19 theaters die al akkoord hebben gegeven. Ja, man. En dan gaan we eind van dit jaar gaan we live. En dan ga ik spreken, inshallah, gewoon voor een paar 100 man. Inshallah, ooit wil ik dat ik terugkijk naar deze video en dat ik zeg van ja, man. Mooi, man. Ik zei bij Fernando dat ik ooit wilde spreken voor duizenden mensen in Rotterdam, Ahoy of wat dan ook. Vet. En dat ik dan deze video laat zien op die scherm, op dat scherm. En dat ik zeg, jongens, dit was een jaar, 2, 3, 5. Dit was 5 jaar geleden zat ik bij Fernando en had ik een droom. En had ik een droom en wilde ik het theater in en wilde ik spreken voor duizenden mensen. Dan zie je zo voor wat duizenden mensen. Ik zie dat voor me. Ja. Ik weet dat dat inshallah gaat gebeuren. Dan zie ik duizenden mensen voor me en zeg, maar kijk die video even hier achter mij op het scherm. Jongens. En dan zie je al die mensen hier. Dan zie je Fernando hier. En dan zeg ik, kijk, dit was mijn droom. Ja, man. Want weet je waarom? Wanneer ik ooit eenmaal daar ben, gaan mensen zeggen, ja, maar hij heeft geluk gehad. Je weet ja, dat zegt ze altijd. Maar ze weten niet dat ik nu al bezig ben. Ja. Dus ik ben aan het voorbereiden. Mensen weten niet hoe moeilijk dat is. Hè? Ja. Om uiteindelijk ga maar alleen voor een klas spreken. Ja, ja met 40 leerlingen of zo. Ga daar maar eventjes. Dat doe ik wel eens regelmatig. Je weet het, dan, ja, wel, niet regelmatig, maar dat doe ik wel eens. Dat ik gewoon naar een school toe ga. En dat ik dan spreek voor 50 kinderen, 100 kinderen. Omdat ik dan een boodschap wil overbrengen naar die kinderen. Doe dat maar eens een keer na. Ja. Ga dat maar eens een keer doen. Ja. Het lijkt makkelijk. Het lijkt makkelijk, maar het is moeilijk. Want je moet ook rekening houden met wat geef je mee? Ja, de ene let op, de ander let die op. Wat zeg je nou, waardoor het overgaat? Hoe ga je daar weer mee om? Ja, man.
Ja, maar uiteindelijk wil, dat is mijn droom. Mooi, om uiteindelijk de mensen gewoon echt te laten zien dat waarom Willis ook een weg is en niet waarom Willis was ik weg, man. Ja. Als jij gewoon gelooft in hetgeen wat jij doet. Ja. En jij daar gewoon echt de waardering in ziet. Dat je dat gewoon waardeert. De dingen die je bezit. En dat je dat ook gaat beseffen. Dan ga je uiteindelijk heel veel kracht uit jezelf halen. Ja. Want mensen kijken naar een ander en zien iemand zijn kast. En denken ze, ja, maar ja. Ja, dit kan ik niet, man. Weet je, maar probeer het gewoon. Probeer. Ja. Sport heeft mij heel veel geholpen. Het vaderschap heeft mij heel veel geholpen. Dat ik zie gewoon hoeveel berichten ik krijg van mensen. Van hey, hoe je met je kids bent. Heeft mij gemotiveerd om nog... Vandaag was ik nog in de gym. Ja. Vandaag was ik nog in de gym, kwam zo'n man naar me toe. Een wat oudere man. Ik denk misschien 8, 39, iets ouder dan ik. Maar ja. Hij kwam naar me toe en zegt, hey, je motiveert me echt, man. En dat doet me goed. Je weet dat ik zie dat er gewoon... Mijn doelgroep is niet alleen kids. Ja. Mijn doelgroep is echt heel breed. Ja. Ik zie dat mijn doelgroep gewoon de mensen die naar die video's kijken, dat ze het echt waarderen, man. Hoe je bent als persoon zijn. Je weet, omdat ze daar gewoon kracht uit halen. Ja, maar dat is ook belangrijk. Ik denk ook, je moet ook in je purpose zitten, in je doel... Weet je, als je gewoon maar dingen doet voor het doen. Maar ik ben juist iemand van, je moet je purpose vinden. Jouw purpose is mensen inspireren, motiveren. Moet je dat ook gewoon doen op verschillende levels. Dat is je legacy. Maar dat is ook wat ik kan, man. Ik zeg je eerlijk, Fernando. Ik ken mensen gewoon dingen laten doen waar ze totaal niet achter staan. Ja. Ik ken mensen gewoon dingen laten doen waar ze zoveel angst voor hebben. Ik laat ze over hun angst heen gaan. Ja. Ik kan dat. Ja. Ik weet hoe ik met mensen om moet gaan. Ik weet hoe ik mensen moet motiveren. Ik weet welke boodschap, hoe ik die moet brengen. En ik weet wanneer ik met... Ik praat soms met succesvolle mensen, oudere mensen. En hoe ze naar mij kijken, bro. Hoe ik met hen praat, zeg ze. Hij weet wel wat hij zegt, man. Weet toch? Het is niet even uit de losse pols eventjes dat dingetje. En ik ben gewoon straight met mensen. Ja. En soms kunnen mensen dat niet hebben. Soms kunnen mensen dat niet waarderen. Maar ik ben wel altijd straight. Ook met jongens met wie ik omga. Net zoals Joey, Andy, die jongens. Ik ga met hun om. Maar ik ben wel streed met hem. Ja, dat zei... Joey zei dat ook. Hij zei van, ik weet nog, toen je hier in de vorige aflevering zei je ook zo van... Ja man, dat je echt met hem ging praten. Wat ben jij aan het doen? Nee, maar als hij dingen post... Kijk, het kan zijn dat hij bepaalde dingen niet erin ziet... in een boodschap die hij naar buiten brengt. Maar dat ik de boodschap wel erin zie. En dat het misschien een negatief boodschap kan zijn... of een negatief video kan zijn. Bel ik hem gelijk op en zeg ik, haal die video eraf. En dan onderbouw ik hem ook waarom hij die video eraf moet halen. En waarom het geen gepaste video is om die te plaatsen. Heb je? Ik ben zo met mijn jongens om me heen. Ja. Ik ben met Andy bijvoorbeeld ben ik bij een evenement van hem... dat hij daar een evenement heeft en dat ik zeg van... luister, hier ga je geen alcohol schenken. Dat is niet mijn ding, dus dat ga je ook niet doen. Ja. En ik onderbouw hem ook waarom hij daar geen alcohol moet schenken. Want jij bent een ondernemer, een succesvol ondernemer. Wat jij wil is dat mensen hier naartoe komen, dat ze het leuk hebben. Maar wanneer er eenmaal alcohol bij komt, dan heb je de duivel die erbij komt. Shit aan, op een gegeven moment ga je drinken. Op een gegeven moment ga je een beetje snuiven. Op een gegeven moment ga je dit doen. Ik zeg, je gaat alles kwijtraken, bro. Juist op dit moment moet je sterk blijven. En niet denken van, nee, maar het kan wel even. Want alles begint heel onschuldig. Ja, ja. Ja, ik vond het ook tof, want ik zag op een gegeven moment... Toen Andy met je omging, ik zie op een gegeven moment, die man komt ook met een Lambo. Ja, zei, okay. Die man is echt een knaller, maar ja. Als ik met Bo ga rollen, ik moet ook met een Lambo doen. Lambo, Nando. Nee, weet je, het is bro. Kijk, als je jezelf met jongens associeert die zulke ouds rijden, dan ga je jezelf op een gegeven moment wel afvragen, oké, ik ben elke dag met deze jongens, maar waarom kan ik dat niet, wat hun kunnen? Ja. En Andy heb ik leren kennen, bro. Hij is een online knaller, hij heeft met Sales Domination wat hij dan doet. Even een soortje naar hem. I love my brother. Nee, sales domination. Tot aan de top. Yeah. Nee, hij heeft sales domination. Hij doet mensen uitleggen hoe ze sales moeten doen. En deze jongen heeft me echt laten zien. Dat jongen zoals Andy. Andy was gewoon een jongen die gewoon een heftruckchauffeur was. Hij heeft me gewoon laten zien hoe je van een heftruckchauffeur. In jaar, twee jaar tijd. Yeah. Gewoon naar hetgeen is gekomen waar hij nu is. En dan uiteindelijk. Nog als persoon zijnde. Zwaar vooruit is gegaan. Yeah. Fysiek. Mentaal, gewoon hoe hij eruit ziet, hoe hij met zijn kinderen is. Weet je toch, hij ziet ook bepaalde video's bij mij en zegt hij, ja man, ik vind het echt mooi om te zien hoe je met je kids bent, man. Ik ga ook zo met mijn kinderen zijn. Hoe ik hem gewoon op de feiten druk. Ja. Hoe ik hem bepaalde tips en tricks meegeef over het leven. Bepaalde inzichten geef over het leven. En dat hij zegt gewoon van, hé bro, dankjewel man. Ik zeg aan broer, luister, ik had geen mensen om me heen die mij zo coachten. Ik had niet mensen die tegen mij zeggen, bro, dit ga je niet doen of dit moet je wel doen. Het was allemaal gekomen omdat ik het gewoon allemaal heb gedaan. Ik heb gedaan wat ik moest doen om te komen waar ik nu ben. Ja. Maar uiteindelijk zijn hun wel jongens die ik wel kan behoeden voor bepaalde dingen. Dat ik zeg van, nu ga je een beetje te hard verstapel. Doe maar even één stapje achteruit, maatje. Nu zie ik dat je aan het vliegen bent. Ja. Want het kan zo zijn dat je als mens zijnde gaat veranderen. Dat kan. Ik zeg dan ook tegen mijn vrouw van, kijk, als je vindt dat ik ben veranderd op bepaalde situaties of bepaalde dingen, zeg het mij. Want dan weet ik ook hoe ik moet schakelen. Dat ik zie van, oh, wacht even. Ik besef even, ja, dit had ik misschien niet moeten doen. Of dus dit is wel eens gedaan bij je, dat je dan zegt van,
Nee, man. Nee, man. Maar weet je, het is bro, kijk, ik vind het fijn om kritiek te krijgen, vooral opbouwende kritiek. Ja. Maar dan vind ik het ook fijn om uiteindelijk wel opbouwende kritiek te hebben waar ik iets aan heb en je moet het wel onderbouwen. Ja. Snap je? Kijk, ik heb een jongen in de gym die ik tegenkwam, bro. Hij kwam naar mij toe. Hij zegt, hey bro, je bent echt goed bezig, man. Ik zeg, ja, thanks, man, bro. We doen ons best, alhamdulillah. Ik zeg, man, we zijn er nog lang niet, toch? We zijn altijd in een rollercoaster. We zijn altijd onderweg. Ja. Hij zegt, nee, man, maar je bent goed bezig. Ik zeg, we zijn goed bezig, maar ik ben nog niet heel goed bezig. Want je hebt hier een shakebeker vast, wat niet van mijn merk is. Ja. Je komt uit mijn stad. Je traint hier met mij samen bij deze gym. Je praat regelmatig met mij. Je lacht altijd met mij. Maar toch heb ik jou niet weten te triggeren dat jij mijn shakebeker vast hebt. Waarom niet? Kan je mij alsjeblieft zeggen waarom je... ik bedoel dat niet aanvallend. Ik bedoel gewoon, ik wil daarvan leren. Ja, hè? Ja, ja. Ik wil daarvan leren dat ik zeg van... Waarom heb jij mijn shakebeker niet vast? Ja. Zegt hij, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ik zeg, nee, ik weet precies waarom dat is. Dat is omdat jij niet met de shakebeker gaat lopen... waar MB Nutrition staat, omdat jij jezelf dan als een fan ziet. Hij zegt, ja... Ik zeg, ja, dat is het wel. Maar jij wilt jouw trots niet aan de kant zetten... om uiteindelijk hier met die beker... Ik zou met trots met de shakebeker lopen van een broeder. Ja, maar zeker, maar mijn brada uit Breda en Mobice. Maar daardoor zag ik wel van... Hé, er zijn nog heel veel verbeterpunten. Ja. Want iemand die uit Breda komt... heeft dezelfde afkomst als ik... Hij is in mijn gym, niet in mijn gym, maar waar ik train, traint hij ook. Hij praat regelmatig met mij, maar toch heeft hij niet mijn shakebeker vast. Hoe ga je hem overtuigen dan? Hoe ga je erover nadenken dan? Hoe zou je zo iemand dan... Nee, dan zie ik alweer de richting waar we nu op zijn, is de juiste richting. Ja. Om het merk los te koppelen als persoon zijnde van Mobicep. Ja, ja. Want dan zie je dat je zulke jongens dan ook uiteindelijk aan een shakebeker van jou krijgt. Ja. Omdat ik weet dat hij niet met die shakebeker zou lopen. Omdat hij zijn trots niet aan de kant zou kunnen zetten. Ja. Om met een beker van Mobicep te lopen. Ja. Dan gaat hij zichzelf als een fan zien. En je moet aan de community. Als je een shakebeker hebt. Dat je die shakebeker vast hebt. Van ja man, ik heb deze shakebeker. Of ik draag deze hoodie. Omdat ik bij die community wil horen. Die positiviteit uitstraalt. Ja. Die positieve dingen doet. En dat is de reden ook waarom we met MB Nutrition, wij gaan een platform bouwen. Ja, daar zijn we al een kleine jaartje mee bezig. Om een platform uiteindelijk te bouwen. Om de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. En uiteindelijk, wanneer wij een sportdag bijvoorbeeld deden. Had ik een sportdag. En dan gingen we daar met de jongens van MB Nutrition en mensen laten komen. En deden het gewoon losse polswerken. Ja, ja, ja. Maar wat is nou jouw boodschap in zo'n sportdag? Wat kunnen mensen eigenlijk doen wanneer je een sportdag organiseert? Nu, wanneer we een sportdag gaan doen, gaan mensen het verschil zien. Dat ik nu hele andere mensen erbij heb betrokken om mijzelf naar een next level niveau te brengen. Ja, ja. Om niet maar zomaar een sportdag te doen. Zomaar iets te doen. Wij gaan niet zomaar iets doen. Zomaar dingen doen hebben we al jaren gedaan. Dat heeft je heel ver gebracht. Ja. Maar wil je nou nog verder gaan, dan moet je een plan hebben. Een visie hebben. Een strategie uitwerken. En uiteindelijk, oké, dit is onze tool. Dit is wat we willen. Wij willen dit en dit en dit bereiken. Back to basic. Even kijken, wat moeten we doen om uiteindelijk daar te komen waar we willen komen? Ja. De juiste mensen erbij betrekken, goed investeren. En de investeringen die ik nou doe, ik zie dat die op dit moment, die lonen nog niet. Want dat zijn lange termijn stappen. Dat is niet van, je investeert nou in dit en dan heb je het over een maand terug. Dit gaat minimaal 6 maanden duren, 7 maanden duren. Maar na een jaartje, inshallah, dan wanneer je al heel lange tijd bezig bent, ga je wel zien van, hey, we hebben wel echt een community gebouwd. Ja. We hebben echt een platform gebouwd. Dat wanneer mensen lopen met een MB Nutrition trui in de gym. Dat ze zeggen. Ja man, ik loop met deze trui. Omdat dit een positief merk is. Dit is een merk die kwaliteit verkoopt. Dit is een merk waar veel positiviteit in uitstraling is. Je weet toch, want ik wil bij dit merk horen. En niet omdat het van Mobicep is. Een soort Under Armour ben je aan het bouwen. Een soort Gymshark Under Armour. Ja, zoiets. Zo'n combinatie met... En dat is nog een hele lange weg. Ja. Maar inshallah, je bent onderweg. Ja, dus je bent al bezig. Ja, maar dat is het belangrijkste. Dat je gewoon onderweg bent. Ja. Telkens gewoon onderweg. Onderweg. Gewoon blijven knallen. Ja. Het leven is een rollercoaster. Ja. Maar vet man. Maar hoe doe je dit bijvoorbeeld ook met... Misschien tips voor mensen. Want we geven veel geld uit in deze wereld. Betalen ook even belasting. Hoe spaar jij? Spaar jij? Ben je ook iemand die investeert? Zit je ook huizen? Ja, ik investeer. Aandelen, doe je dat ook? Nee. Ik investeer wel op mijn eigen manier, in mijn dingetjes natuurlijk, waar ik mijn geld in investeer. Want waarom? Kijk, geld verdienen kunnen heel veel mensen. Ja. Maar geld managen en geld behouden is nog moeilijker dan het geld verdienen. Ja. Is net zoals ik hier binnenkom. Voorheen stonden er heel veel jongens hier allemaal. Je weet toch, alles erop en eraan. Die cameraman daar, die cameraman daar, die cameraman daar. En nu zijn we hier en nu zijn we hier met z'n tweeën. Ja. En is hier niemand bij. En dat is het eerste wat mij opviel als ondernemer zijnde. Dat ik kijk en zeg, hé, je bent stappen aan het maken, hè? Ja. Je bent stappen aan het maken. Waarom? Je doet alles solo.
Je bent aan het mensen denken nou bijvoorbeeld, oh, Fernando die neemt die video op. Uiteindelijk stuurt hij het op en die mensen regelen het allemaal wel. Er is een hele team dat er, maar ze weten niet dat je aan het knallen bent. Dat je alles uiteindelijk in elkaar gaat zetten. En uiteindelijk, hoe verdienen mensen? Dat is kijken naar de uitgaves. Want uiteindelijk moet je gaan kijken naar de uitgaves. Je kan wel 1 miljoen verdienen, maar 1,1 miljoen uitgeven. Dan ja, kan je beter geen miljoen verdienen. Ja. Maar als je een ton draait en je houdt van die ton, hou je 30 rug over. Dan heb je meer dan diegene die een miljoen omzet heeft gedraaid. Omzet zegt niks. Je moet snijden in de kost. Ja. En daar ga je uiteindelijk verdienen. Heb jij dat ook gedaan? Ja, maar ik heb dat zeker gedaan. Maar ik had heel veel personeel. Ik had 15 man personeel of zo, man. Ik heb nou nog misschien... Kijk, misschien 8 mensen, 7 mensen die bij mij intern werken. Ja. En buiten die 7 mensen heb ik natuurlijk wel die 8 mensen die ik heb weggedaan als personeel zijnde. Dat geld heb ik uiteindelijk kunnen investeren in de mensen die nou voor mij dingetjes doen met externe bedrijven. Vroeger had ik heel veel jongens die voor mij daar aan het inpakken waren. Gaf ik 2.500 euro. Gewoon wat die overhield. Ja. Dat kost mij misschien 4.000 euro. Maar dat deed ik gewoon omdat die jongens gewoon... Ja, ze zitten in mijn hart. Ik kan die jongens niet zomaar even zeggen van jongens, ga maar iets anders zoeken. Ja. Dus ik heb uiteindelijk besloten met de jongens van luister, inpakken gaan we niet meer zelf doen. Wij willen gaan groeien naar de B2B. Wij willen serieuze stappen gaan maken. Dat inpakken is leuk, die pakketten filmen. Ik was de eerste bro die altijd pakketten filmen. Weet je, op een gegeven moment zag je mensen die horloges verkopen, doen pakketten filmen. Mensen die, ik weet niet wat. Iedereen die online iets doet, pakketten filmen. Ja, ja. Maar ik was als grondlegger, maar ja, bro, met veel dingen bro. Met veel dingen bro. Ik doe ze gewoon uit de losse pols, omdat bam, het komt in één keer op me op. En dan zie ik in één keer heel veel andere mensen dat doen. Ja. Maar dan denk je, respect man. Ja, toch leuk. Dan weet ik hetgeen wat ik heb bedacht. Dat is iets goeds, begrijp je? Ja. Dus op een gegeven moment voorheen deed ik altijd al die bestellingen filmen. Maar nu heb ik dat uit de handen gegeven. Omdat het werd voor ons ook gewoon te veel. En het kostte mij ook veel te veel om zoveel man personeel daarin te behouden. Ja. Dat ik tegen iedereen zei van luister, gaat iedereen zijn eigen kant op. Ja. Uiteindelijk, je weet toch, ik geef jullie de ruimte om nog gewoon jullie eigen vervolgens, ja, nieuwe schoenen moeten ze eerst hebben om uiteindelijk mijn schoenen terug te laten daar zo. Dus ik zeg, regel jullie dingetjes gewoon tranquille. Ik ga je niet op straat zetten, ik ga je niet wegsturen. Ik geef je de ruimte een paar maanden. Maar wij gaan werken naar een next level. Omdat wij niet meer bestellingen zelf gaan inpakken. Deze loods die ik hier heb, daar wil ik gewoon trainen. Ik wil daar uiteindelijk voor de B2B, wil ik wel mijn voorraad daar uiteindelijk in de toekomst gaan laten. En uiteindelijk wil ik hier gewoon de jongens hebben die gewoon met computers bezig zijn. En alleen maar online dingen regelen. Ja. Je, afspraken moeten daar komen, maar niet meer harde muziek. Ik had dat 10, 15 man lopen. Die inpakken. Pff, chaos. Ja. Maar nu is de rust. Ja. Nu is het rust bij ons. Nu zijn andere bedrijven doen. Zeg maar. Ja, nu heb ik een fulfillment center die voor mij al die bestellingen doet. Zij verwerken alle bestellingen van mij. En dan kunnen wij onze focus natuurlijk weer leggen op de B2B. En op nog groter worden. Ja, ja, want mensen staan niet veel te halen, man. Veel mooi en eerlijk dat je het ook eigenlijk. Want kijk, soms bijvoorbeeld in een artikel. Mobiese ontslaat, of weet ik veel. Verzin van alles. Ontslaat werknemers. Zie, het gaat slecht met hem. Ja, hij heeft geen money. Maar dat zijn mensen die met een negatieve mindset. Juist. Het is, kijk bro, een verhaal kan je altijd bekijken hoe je hem zelf wil bekijken. Ja. Stel je voor dat ik vandaag niet kon komen en ik zeg, yo bro, ik kon vandaag niet komen. Kon je eens denken van, die man doet uit de hoogte, man. Hij loopt echt naar zijn schoenen, man. Ja. Waarom dan? Ja, ik had vandaag met hem afspraak, hij is niet gekomen. Of je kan denken gewoon positief, oh, hij kon vandaag echt niet, hij kon niet. Ja. Maar het is, hoe ben je zelf als persoon zijnde? Klopt. Welke positieve mindset heb je of negatieve gedachten heb je? Je weet toch? Ja. Maar als ik kijk als ondernemer naar dingetjes. Als ik iemand iets zie doen, in respect man, ik weet wat hij daar doet. Ja. Andere mensen hebben die visie niet. Begrijp je? Andere mensen hebben die visie niet, maar uiteindelijk, ja. Kijk, je hebt bijvoorbeeld als je naar Marokko wil gaan en die weg is afgesloten, zijn er heel veel mensen die toch misschien via een andere route toch naar Marokko willen gaan. Maar er zijn ook heel veel mensen die terug gaan rijden. Denk je, man. Ah, laat maar. Ik ga niet heel die weg nog afleggen. Ja. Weet je wat het is? Dit was mij niet gegund. Deze vakantie is niet gegund. Kijk wat we hebben meegemaakt. Op de heenweg gehad was al een keertje een bank lek gegaan. kinderen waren aan het schreeuwen. En uiteindelijk, dit is echt de druppel. Die weg is afgesloten, dus we gaan terug. Ja, ja. Je hebt andere mensen die zeggen, nee, ik wil graag op vakantie. Ja. Dus ik ga er alles aan doen om via een andere route toch in Marokko te komen. Zo zie ik het ook, man. En als je de andere kant op zien rijden, zegt ze, waarom ga je die kant? Nederland is die kant op. Nee, maar ik ga niet terug in Nederland. Maar als je dat niet zegt, dan wat je net zegt, bijvoorbeeld in een krantartikel, als je ziet van, Mobis heb ontslaat 8 man personeel. Ja. Zie je dat, bro? Hij kan ze niet betalen. Nee, om Mobis heb ontslaat 8 man personeel, omdat hij met dat geld uiteindelijk weer grotere stappen kan doen. Zeker. Geld managen. Zeker. Money management is belangrijk. Ja, daarom vroeg ik me dat af hoe je dat doet. Want als ondernemer heb je ook, kijk je zo en denk je, wat heb ik allemaal gedaan, man? En die belasting, die hakt er ook nog in, die gasten. Je, kijk, mensen kijken altijd naar omzet. Nou, als ondernemer zijnde, hoef je niet naar mij toe te komen van, ja bro, ik draai 4 ton omzet of ik draai 1 miljoen omzet. Wat is je winst, bro?
Ja. Wat is je winst? Ja. Hey, je moet kijken naar die winst. Ja, wat hou je over? Wat hou je over? Ja. Je kan wel 4 ton omzet draaien, maar 5 ton kosten hebben. Ja. Ja, dan wat heb je eraan? Ja, maar dat is ook grappig, want mensen showen meestal met de omzet. Maar zijn niet bezig met... Nee. Maar uiteindelijk wat hou je over? Jongen, weet je, het is wel... Uiteindelijk zijn we gaan kijken, zelfs toen steeds naar pakketten. Weet je toch, die pakketjes, die inpakdozen. Ja. Normaal gezien, toen ik pas begon, als je tegen mij gaat zeggen... Ja, maar scheelt maar 10 cent per doos, denk ik. Of 20 cent per doos. Ja. Dat maakt mij niet uit. Maar op duizenden bestellingen, keer 12 maanden... Dan scheelt het in één keer heel veel geld. Ja, ja, ja. Dus daar moet je gaan snijden. Je moet gaan snijden in jouw inkoop. Maar voorheen, toen ik was begonnen... En dat zijn, weet je, dus bro, heel veel mensen die nou op dit moment ook misschien kijken... En uiteindelijk een onderneming hebben... En uiteindelijk denk van, hé, maar hoe kan dat nou dat ik geen geld aan het eind van streep overhoud? Kijk naar jouw uitgaves. Jouw uitgaves, die zijn belangrijk. Ja. Want die zijn, dat is wat mensen altijd vergeten. Ja. Maar daar valt veel te halen altijd. Want soms ook als ondernemer, dan is het juist belangrijk om bepaalde kosten te maken. Zoals je uiteindelijk... Kosten maken, tuurlijk. Dat is wat ik toen steeds met die jets ook deed, begrijp je? Ik vloog met jets, met privéjets, naar Spanje toe, naar Frankrijk toe, je weet toch? Ik vloog met jets. Mensen, ja, maar is gehuurd. Nee, ik heb die gekocht. Maar... Ga zulke mensen maar dan uitleggen van... Nee, maar ik heb die gehuurd omdat ik ging op vakantie. Ik ging voor MB Nutrition. Die mensen kregen... Ja, maar die heb je gehuurd. Jij zet alleen jouw sticker erop. Nee, die zijn fabriek is die zo gekomen met MB Nutrition erop. Maar moet je dan... Je hebt niet hetzelfde visie als mij. Je hebt gehuurd. Klopt. Het is promo, het is business, dus je kan hem afschrijven. Tuurlijk, maar wat wij deden ook, wij wilden dus voet gaan leggen in Spanje. Hoe leg je voet in Spanje, is door grof binnen te komen. Ja. Dat hebben we zeker gedaan. In 2021 zijn we daar echt grof binnengekomen. Ik heb ook gemerkt dat er op een gegeven moment veel bestellingen uit Spanje kwamen. Ja. Stapsgewijs, eerst waren 2, 3 bestellingen. Op een gegeven moment 5, 6 bestellingen. Als we dan op een gegeven moment een keer 10 bestellingen hadden op een dag uit Spanje, dacht ik, oh. Maar mensen zien dat niet. Ja. Mensen zien jou zo meteen pas, wanneer je in al die gyms daar ligt in Spanje. Ze zeggen, ja, maar ja, weet je, hij heeft contacten, hè. Maar ze weten nu niet in 2021. Ja, maar we met die jets aan het vliegen naar daar. Om onszelf daar te leren te laten zien van wie we zijn. Waar we vandaan komen. Ja. Wat we doen. Ja. Mensen gaan vragen. Hé, wie zijn deze gasten? Ja. Kom hier met Rolls Royce, Lamborghinis. Kom hier met privéjets. Ja. Wie zijn deze gasten? Ja. Mensen willen in één keer interesse tonen in jou. Ja. Je bent in één keer. Hé, wie zijn dat? Ja. Heb je gehoord die jongens die kwamen? Kom in Nederland, hè? Wie zijn dat? Kijk die Instagram. Ja, herkenbaar man. Dat mensen zeg maar niet. Ze zien de weg ernaartoe niet. Nee, mensen zien de weg niet. Die denken van, je bent daar, had ik ook met een studio. Denk mensen van, maar hij belt gewoon mensen. Broers. Nee, hij belt, maar jij kent mensen al van de radio en daarom is het veel makkelijker. Maar ze weten nog niet, bro, je hebt dit een beetje gedaan. Dan kom je weer met een ditje. Ja. Uiteindelijk heb je iets wat je hebt gebouwd. Ja. Maar dat doe je door te beginnen. Klopt. En uiteindelijk, wanneer je begint, dan ga je zien waar het allemaal mis kan gaan. En dat ga je dan tackelen. Ja. Ja. Dus voor mensen die een bedrijf willen beginnen, begin gewoon. En ik wil dat je dan op een gegeven moment, na een langere tijd, wanneer je deze video hebt bekeken, dat je mij dan een bericht stuurt van, bro, dat ene moment dat je zei, begin gewoon, je had me echt geraakt. Ja, man. En dat was voor mij die ene stap dat ik dacht van, ik ga gewoon beginnen en ik ga erachteraan. Sowieso, man. Real talk met de one and only Mo Bicep. Ga hem checken. Eind van het jaar gaat hij in het theater. Ga hem ook supporten. Ja, man. Ik nodig je ook uit voor mijn theatershow. Tjalo, dus, ik ben erbij, man. Ja, man. Mama is papa, man. Sowieso. Ik ben trots op jou, man. Thanks, tof ook dat je de tijd neemt. Wederzijds, man. Dank je wel voor je tijd, man. Dit is ook... Je tijd is kostbaar, bro. Ja, maar weet toch, tijd is belangrijk. Je kan ook met je kind zijn. Weet je, ik kan ook met mijn kind zijn. Maar het feit dat we tijd nemen met elkaar... Dat zeg ik ook al tegen mijn kinderen, man. Ja. Weet toch, papa heeft heel veel tijd voor jullie. Ja. Maar weinig tijd voor mensen. Ja. Maar dat weten ze nou nog niet. Weet toch? Ze weten nog niet, bro. De tijd die ik hun geef, daar gaan ze later terug naar kijken. Ja. Dan gaan ze zeggen, oh, mijn vader was... Want waarom? Ik kijk nou ook terug naar de tijd hoe mijn vader met mij was. Ja. Mijn vader was altijd met ons. Naar voetbal, naar zwemmen. Ja. Nu terugkijk, mijn vader had geen geld om ons bepaalde dingen te geven of te kopen. Maar gaf me tijd en liefde. En de tijd de liefde was nog veel meer waard dan die cadeautjes of ditje. Er zijn heel veel boys die Campbell, die geven doekel aan geld aan hun vrouwtje. Ook als schuldgevoel ook, hè? Ja. Dus afkoop. Dus je zegt je gaat ouder worden, je gaat spijt krijgen. Ja, dus man. Ben je een vader, ben je een ouder die naar deze video kijkt en denkt van ja, maar ik ben echt druk en ik heb het echt druk en ik moet wel. Probeer tijd te creëren voor die kleine, want de tijd gaat veel te snel. En de geld die je verdient, die komt en die gaat. Maar die geld, die tijd die weggaat van je zoontje, die komt nooit meer terug, man, bro. Ja, man. Dus mensen gaan er echt spijt van krijgen. Ja, gaan ze op een gegeven moment laten zeggen... Ja, maar als ik dit allemaal terug kon draaien... Had ik al dat werk niet eens gedaan. Was ik lekker met die kleine geweest. Want oh jongen, was die groot geworden. Ja man. Gewoon wees lief. En wees zuinig met je tijd. En geef het aan mensen die het waard zijn. Tijd is kostbaar, man. Ja man. Real talk met Mo Bicep.
Abonneer, like, subscribe. Check ook deel 1. Er is ook een deel 1 van dit gesprek. Mocht je deze gemist hebben, ga hem checken. Ik zal hieronder de link ook zetten van het vorige interview. Moet je ook checken. Als je een liefhebber bent van positiviteit, ga het ook checken. Omarm het. En wat ik al zeg over het kanaal, wil je het groter maken? Like, subscribe, deel het. Het is belangrijk voor het algoritme. Ik kan niet vermenigvuldigen gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Want heel vaak heb ik mensen van, ja, maar ik voel het gruwelijk. En heb je bijvoorbeeld duizenden mensen die het gezien hebben. Zeg maar, oké, maar... Waarom heb je niet geabonneerd? Want dan kan je altijd op de hoogte zijn. Maar ook van... elkaar delen toch? Wanneer ik zie dat je me tagt op Instagram, bro, ik probeer die dingen ook altijd veel gewoon te delen. Ja, maar heel weinig mensen doen dat, hè? Nee, maar dat weet ik. Dat is heel apart. Maar je zit toch niet in die video? Maar het gaat niet om dat jij er niet in zit. Het gaat erom, hij tagt jou met een boodschap van repost de maat. Je weet toch? Want dit moet gedeeld worden. Mensen moeten het zien. Juist. Snap je? Juist. Weinig mensen zijn zo, bro. Ja. Ik ben met Joey en Harry en al die boys ben ik zo, bro. Ja. Joey, Harry, Donnie, Dave. Ja. Met al die boys, we zijn allemaal zo. We zijn een eenheid. Harry komt ook binnenkort. Ik heb hem uitgenodigd. Harry zegt, van het kamp. Harry van het kamp. Doe ze rustig, maatje. Een beetje van het kamp ondernemen, papa. Real talk, man. Thank you very much. Tot de volgende Real Talk. Keep it hard, keep it banging. Mo Bizem. Let's go!